Henk Vreese, gefeliciteerd met een terechte overwinning, maar jullie hebben het volgens mij te spannend laten worden nog. Ja, ja, dat zeker. Ik denk, als je zo vroeg op voorsprong komt, hebben we vandaag wel het juiste gedaan. Is op zoek naar die tweede, die derde en die vierde. En die zaten erin. Alleen twee keer lat, één keer de paal. Dat stond een beetje dat in de weg. En dan heb je natuurlijk wel een beetje angst. En dat geef je ook aan in de rust. Van luister, we moeten wel net zo scherp beginnen aan de tweede helft. Want voor hetzelfde geld ligt hij erin. Ongelukkig of niet. En dan komt de 2-0. En dan denk je het is gespeeld. Ook omdat we denk ik heel weinig weggaven. Ik denk dat bij hun de topspelers zoals Ziyech heel weinig aan de bal zijn gekomen. En uiteraard de directe tegenstanders hebben daar een bepaald aandeel in. Maar ik denk ook het aandeel van met name Christus en Jansen die zoveel arbeid hebben geleverd om te voorkomen dat die mensen aan de bal kunnen komen. Ja, dat was gigantisch. Christensen niet in zijn rol als controleur, maar meer als middenvelder. Dat volgens mij veel beter gaat. Nou ja, kijk, we weten van Christensen dat hij wel een behoorlijk actieradius heeft. Hij heeft heel veel wedstrijden in Jong gespeeld, omdat je weet dat je hem wel een keer nodig zal hebben. En vandaag heeft hij duidelijk laten zien dat hij ook in die rol aardig uit de voeten kan. Speelt hij dan omdat zijn gedrag de afgelopen weken, terwijl hij niet speelt, gewoon goed is? Ja, ik moet zeggen, als ik heel eerlijk moet zijn, is hij een persoon waar ik soms slapeloze nachten van heb. Omdat je andere keuzes maakt. En dat is vaak niet eens dat je kijkt naar het individu, maar het team wat het sterkste is. En dan bij sommige jongens kan je echt een rotgevoel hebben daarover. En daar is hij er een van, want hij stelt zich altijd professioneel op. Traint altijd heel professioneel. Speelt zijn wedstrijden in Jong heel professioneel. Dus is ook wel een waanzinnig mens. Dus ja, ik ga niet ontkennen dat dat soms heel lastig is. Wat mij opviel was dat je met een team speelde dat de laatste weken niet met elkaar gespeeld heeft. Althans, veel nieuwe namen. Maar het speelde als een soort van geoliede machine. Ja, nou ja, kijk, ik denk dat de vroege voorsprong wel een bepaalde boost gaf. Hoewel, dat hebben we al een paar keer gehad. En toen verliep het niet zo. Maar ik denk ook dat hoe Twente erop anticipeerde, of minder anticipeerde, dat gaf ons wel vleugels. En zeker de kansen die we daarna kregen. Dus het vertrouwen groeide wel inderdaad. Alleen als hij er niet in gaat, dan komt er wel wat in de kleedkamer van tijdens de rust. Jongens, we moeten wel scherp zijn, want we kunnen het ons niet veroorloven weer een gelijk maken. Hoe vond je dat je twee houthakkers het achterin deden? Nou ja, kijk, ik heb gezegd dat, persoonlijk vind ik dat de spitsen, de tegenstanders, die moeten een gezonde angst hebben. Met nadruk gezonde angst. En ik denk dat zowel Tom als Willy meedogenloos waren in hun duels. En meedogenloos versta ik eronder wanneer het nodig is de bal de tribune inschieten. En soms als er wat bij zit, ja, als de bal erbij is, ook dat is topvoetbal. En ik vind in Nederland over het algemeen dat we wel daar, en zeker als ik het zeg, heel weer negatief over gaan denken. Maar het is een wezenlijk onderdeel van dit spel, van elk spel. Is laten zien dat jij de baas bent. En dat hebben ze wel gedaan. Tom noemde zichzelf al een beetje de blanke Willy. Blanke Willy of de donkere Tom. Dat kan ook natuurlijk. Ja, nee, luister. Ze hebben elkaar uitstekend aangevuld vandaag. Dus wat dat betreft, ja, waanzinnig. En die goal van Ziyech, kon die daar dan nog iets aan doen? Nou kijk, als trainer heb je altijd wel zoiets van ligt het bij Tom, ligt het bij EBUE die het te laat herkent dat hij moet knijpen. Je kan ook gewoon zeggen, het is een goede paas van, van Andersen. Mokotjo. Was Mokotjo? Ja, een goede paas van Mokotjo. Maar het is een waanzinnige aanname van Ziyech. Ja, en het afwerken is briljant. Er zijn gelukkig mensen in deze sport die zo speciaal zijn. Ja, daar moet je gewoon voor applaudisseren. En ik moet zeggen, een fractie van een seconde als sportliefhebber had ik zoiets van, ja, waanzinnig. En daarna was het stress. Dan zit je met dichtgeknepen billen. Ja. Dat is dan het nadeel van dat soort tegenstanders. Tot slot, ben je veilig? Het ligt allemaal zo dicht bij elkaar. Hè? Dus ik ga ervan uit dat we nog wel wat puntjes nodig hebben. Hoor. 33. Ja, maar toch. Ik vind wel dat we nog wat puntjes nodig hebben om daar 100% zeker in te zijn. Je weet het nooit in deze competitie.